Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Gronduitgifte Sabaku-project voor komende 6 maanden opgeschort. Wereldborstvoedingsweek moet moeders bewuster maken. Ruim 110 grondbescheiden uitgereikt de coronie. En zonne-energiecentrale moet ontwikkeling in coronie stimuleren. Alle gronduitgiften op het Sabaku-project zijn voor de komende 6 maanden opgeschort. Het voorgaande gaf president Chandrika Persat Santokhi te kennen tijdens een regeringspersconferentie op maandag 1 augustus 2022. Volgens het staatshoofd komt er een presidentiële commissie die alle gronduitgiften gaat onderzoeken in bestuursrechtelijke, procedurele en administratieve zin. En het presidentieel besluit houdt in dat alle gronduitgiften in de kwestie Sabaku voor 6 maanden zijn opgeschort. Alles is opgeschort. En dat er een presidentiële commissie komt om alles te gaan onderzoeken in de sfeer van de uitgiften in bestuursrechtelijk zin, in procedureel zin, in administratieve zin. En dit noem ik zo, omdat de procureur-generaal duidelijk heeft aangegeven dat voor wat betreft strafrechtelijk zin en onderzoeken van de rechtmatigheid, dat het haar verantwoordelijkheid is. En inmiddels heeft zij een dossier daar ontvangen en geeft zij ook sturing aan een onderzoek dat verricht wordt door een team van politiemensen. En dat er geen doorkruising moet zijn van het onderzoek. En dit besluit gaat ook middels een schrijven. Ook onmiddellijk vandaag nog versterkt worden om dit besluit goed te laten uitvoeren. En wie gaan een brief van me krijgen? Dat zijn alle begunstigden. Dat zijn de personen die een stukje grond gehad hebben. Dat ze officieel in kennis hiervan gesteld gaan worden. Want wij willen zaken overeenkomstig wet en recht doen. We willen zaken doen conform de regels van goed bestuur. En met het achtnemen van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Tweede, de Surinaamse notariële beroepsorganisatie. Zij gaan het ook krijgen dat ze geen medewerker meer moeten verlenen. Alle notarissen gaan een brief van me krijgen. De MJ Glisbewaarder gaat een brief krijgen van me. Dat er geen inschrijving meer daar gaan plaatsvinden. Bankiersvereniging, die gaan ook een brief van me krijgen. Dat ze niet moeten meewerken aan het creëren van financiering of hypotheek in deze fase. Want we zijn bezig met een onderzoek. Kamer van Koophandel en Fabrieken. Want de mannen zijn raggrong. De mannen zijn raggrong. Wat moet je doen? De mannen dragen bestuur voor een stichting of bestuur van die NV dragen men over daar zo. Nou, dan moet je kamer zeggen niet meewerken voorlopig op basis van het presidentieel besluit. Alle besturen van parastatale instellingen die gaan dat ook krijgen. Zodat zij ook op de hoogte zijn daarvan. Het besluit van de president is gebaseerd op artikel 110, lid G van de grondwet. Het schorsen van besluiten van de Raad van Ministers en van ministers. En dit artikel ga ik in de toekomst vaker gebruiken. Als men zich niet houdt aan de richtlijnen van de president. Wereldborstvoedingsweek is een wereldwijde campagne om het bewustzijn rond borstvoeding te vergroten. In dit kader heeft op maandag 1 augustus 2022 bij de RGD Polymeerzorg de launch van de Borstvoedingsweek zijdens het ministerie van Volksgezondheid plaatsgevonden. Onder de slogan Bobby Merki Morobungi You Baby wil het departement de nadruk leggen op het belang van moedermelk en het besef hierover vergroten bij ouders.
Vanmorgen gaan we de opening hebben, de launch van de borstvoedingsweek. Vandaag is 1 augustus en gebruikelijk dan hebben we dan een opening. En we hebben gekozen voor RGD Meerzorg, omdat wij dus dan ook van hieruit de personeelsleden van RGD ook nog willen bemoedigen, aanmoedigen om de mensen op het hart te drukken dat borstvoeding de beste voeding is voor de baby. Waarom is borstvoeding dan zo belangrijk? Borstvoeding is afgestemd op de baby en naar gelang het kind groeit, verandert de samenstelling. Dus het is goed aangepast op de baby. Daarnaast bevat het de belangrijke stoffen zodat het kind goed kan groeien en gezond kan blijven. Als ik dus zo mag kijken, dan zie ik dat babyblikvoeding toch wel gepromoot wordt. En dat is eigenlijk niet zo, is niet zo goed voor de groei van onze kinderen. Want we weten allemaal, laat me zeggen, de gezondheidswerkers, die weten welke voordelen borstvoeding met zich meebrengt. Een kind die dus uitsluitend borstvoeding gebruikt, die groeit veel beter, heeft minder klachten, minder last van darmkrampen en infectieziekten. Omdat borstvoeding de immuunstoffen vanuit de moeder geeft aan dat kind. Eigenlijk tot hoe oud mag een moeder borstvoeding geven? Zolang een kind wil drinken, mag die drinken. Maar wij stellen dat 2 jaar goed is. En de eerste 6 maanden die zijn de essentiële maanden, de belangrijke maanden voor een kind. Om dus uitsluitend borstvoeding te gebruiken. Dus geen water, geen bijvoeding, uitsluitend borstvoeding in de eerste 6 maanden. Het is belangrijk dat de moeder vooral eiwitten gebruikt en pittige spijs vermijdt. Het is belangrijk dat ze de voorlichting krijgen. Toch? Sommige moeders sommen geen smoesjes op. Het komt gewoon niet op gang omdat ze gestrest zijn en ze dus de ruimte niet echt hebben om dus hun kind in een rustige, veilige omgeving te voeden. Het is daarom belangrijk dat de vader hierbij zijn bijdrage levert. De moeder helpt in de huishouding en de totale omgeving van zo'n moeder. Die speelt een belangrijke rol, die levert een belangrijke bijdrage aan het geheel. De regering heeft op zaterdag 30 juli 2022 in het district Koroni duidelijk gemaakt dat het onderdeel van haar beleid is om elke Surinamer van een stuk grond te voorzien. Tegen deze achtergrond hebben op de eerder genoemde dag 113 bewoners van Koroni hun grond bescheiden in ontvangst mogen nemen. President Chandrika Persat Santokhi legde de nadruk op het harde werk dat in 2 jaar is verzet om de burgers tegemoet te komen. Zowel het staatshoofd als minister Dinota Forswijk van Grondbeleid en Bosbeheer toonden zich ingenomen met dit moment. Net hebben we grondbeschikking uitgereikt aan burgers van Koroni die heel lang hebben gewacht op hun grondpapieren. Vandaag hebben we ongeveer 113 grondbeschikkingen uitgereikt. En gaat het per se om woningbouw? Of?
Nee, heel opmerkelijk hier in Koroni zijn de meeste grondbeschikkingen tuinbouw of landbouw. Kijk, Koroni is een district waar men plant, rijst en ook kokos. Dus waardoor de mensen meer dan een bouwkavel nodig hebben. Dus dat is wat ze vandaag hebben gekregen. Maar er zijn ook een aantal bouwkavels erbij. Maar 75% is tuinbouw of landbouw. Koroni wordt vandaag helemaal in de bloemetjes gezet. Een bijzondere dag voor dit district, waarbij er twee handelingen vanuit de regering worden gepleegd met als doel duurzame ontwikkeling voor het district Koroni. Misaptak dembrada aan Safu Koroni wakti langa natapdeng grondpapira. Metak tangi fuaf Pasensi Sawi Chari. Mijn waardering voor jullie geduld is groot. En we breiti dat a woord toe zou ben gia volk dat alle suma op recht op een pisi grond ongeacht peetang en ongeacht suma na jou dat a beleid dat hij go doro in alle de districts. En die doet jazo. Ja, volko voor corona. Om ook aan hun die grondbeschikkingen uit te reiken. En die doet jazo. Voor praat den grond naar eerste groep voor de coronianen. En terecht van de minister Taki. En een presentatie zou fijn voor corona. Voor grond naar de woning. Dus VP, minister. Als die aanvragen veel zijn voor woningbouw en er is weinig voor bebouwing, maar er is meer voor agrarische doeleinden, dan moeten we kijken of we die bestemming kunnen veranderen, zodat de mensen die woning willen bouwen ook in aanmerking kunnen komen om te bouwen. Ik ga jullie allemaal feliciteren aan het moment die zie dat Koroni, Koronianen kiezen de grondpapieren en ook buiten we komen bakken en we gaan door tot ik alle suma, alle sarnaman kies in grondpapieren. Lek voor we promise. We zijn u grandangi. God bless you. Thank you. De energievoorziening in het district Koroni wordt verhoogd met een solar plant die ongeveer 9% van de huishoudens zal voorzien van energie. Deze zonne-energiecentrale, die op zaterdag 30 juli 2022 in gebruik is genomen, moet volgens president Chandrika Persat Santokhi leiden tot het verder ontwikkelen van het district. Kijkt u mee. Het is onkan dat soms zelf vanwege politieke kleuren, ja, dat belemmerd werkt naar de uitvoering van de verschillende ontwikkelingsplannen die we hebben. U mag uw politieke kleur hebben, maar wanneer het gaat om de ontwikkeling van het district waarin u woont, dan hebben we maar één kleur. En dat is de naam Koroni. Want als het niet goed gaat in het district, dan is het niet zo dat en ik heb een asma van een boord tot een bepaalde politieke partij. En ik heb een no-asma. Dit moet bijdragen tot productieverhoging. Dit moet bijdragen tot aantrekken van investeerders. Want er gaat stroom vrijkomen. Die moet aangewend worden. Dus Koroni, het is tijd om nu anders te gaan werken en anders te gaan denken. Komen jullie bijna, er zijn zoveel coöperaties hier. Laat die coöperaties allemaal geactiveerd worden. En de kansen goed bekeken worden. Wij creëren de condities. Wij creëren de kansen voor jullie. Maar uiteindelijk zullen jullie het moeten aanpakken. Ik heb aan een onderhandelingsteam overheid en de vakbonden al gezegd. En de voorzitter van EBS-bond was erbij.
En ik heb mandaat gegeven aan het onderhandelingsteam om weer door te gaan met onderhandelingen voor versterking van de koopkracht in Suriname. En als er daar weer salarisaanpassingen moeten komen, dan moet het weer komen. Maar we doen het op een correcte wijze. Dat we niet te veel geld gaan pompen in die samenleving. Welke gaat bijdragen aan die instabiele economie en die instabiele koersontwikkeling. En ik was zeer blij dat alle vakbonden daar gezegd hadden, de president die 8% salarisverhoging, welke in zou gaan jullie, dat men een beroep gedaan heeft op de president. President, hou het even aan en smeer het naar die periode na jullie. Dat is verantwoord. Dat is verantwoorde opstelling, constructieve opstelling. En ik heb ook mijn waardering geuit aan die vakbonden. Want ook zij hebben een stukje medeverantwoordelijkheid om het land Suriname te helpen ontwikkelen. Dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Tot de volgende keer.